Het partijcongres van de Nationale Partij Suriname zal uiteindelijk beslissen wie de ministers worden. Dat zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland met klem. Hij benadrukt dat het niet waar is dat hij adviezen naast zich heeft neergelegd. Er is enige turbulentie ontstaan nadat er een stuk van de adviesraad is uitgelekt, waarin wordt geadviseerd om de post van minister van Onderwijs en Cultuur aan Shanti Venetiaan te geven. Dit advies zou Rusland naast zich hebben neergelegd. De partijleider zegt dat uiteindelijk het partijcongres zal beslissen naar wie de ministerposten zullen gaan. Als voorzitter, enkele dagen terug, op verzoek van de aankomende president, voorgelegd aan het hoofdbestuur om na te gaan wat de gedachtegang is met betrekking tot de invulling van twee ministersfuncties die aan de NPS zijn toegewezen. Het gaat om het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het hoofdbestuur die moet haar voorstellen formuleren. En wat ik heb gedaan, omdat er nog andere structuren zijn binnen de partij, onder andere de adviesraad, die moet ook gehoord worden in dit soort zaken, heb ik gemeend om gelijk een app te sturen vanwege deze situatie. We kunnen niet meer gewoon vergaderen zoals normaal. Om de adviesraad te vragen naar hun inzichten in deze. Ook heb ik gisteren de jongerenraad, het congresbestuur, gevraagd hun reactie. En aangegeven dat zodra die reacties binnen waren, het verder besproken zou worden met het orgaan dat de besluiten neemt binnen de partij en dat is het congres. Rusland zegt dat het geen nieuwigheid is dat partijleden op allerlei manieren proberen om hun favorieten te promoten. Na elke verkiezing kijken de coalitiepartijen tegen dit soort zaken aan, aldus Rusland. Er zijn statuten binnen de organisatie. En natuurlijk binnen de statuten met de omstandigheden, want hier hebben wij een bijkomstigheid. En dat heeft allemaal te maken met COVID-19. Moet je ervoor zorgen dat de regels van de partij worden nageleefd. En binnen die regelgeving moet de partij komen tot besluiten. En we weten dat er altijd mensen zullen zijn die gaan proberen om zaken naar hun hand te zijn. Als dat betekent dat men met fake news moet komen, zal men dat proberen. U moet weten, de kiezers van de NPS mogen weten dat wij de regels nauwgezet volgen. En dat wij er alles aan zullen doen om de NPS op een waardige manier te doen vertegenwoordigen en haar bijdrage te leveren aan het oplossen van die problemen die deze samenleving op dit moment leidt. NPS-voorzitter Gregory Rusland. Hij zegt dat uiteindelijk het partijcongres zal bepalen wie de NPS-ministers worden.